Inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag toegeslagen bij Excelsior Maassluis. Ze gooiden rond 12:30 een ruit in van de kantine van de voetbalclub en haalden de spullen weg. De daders namen 2 PlayStations en 2 FIFA-spellen mee. Volgens voorzitter Gert-Jan Bunt kan het bijna niet anders dat de inbrekers speciaal voor de spelcomputers kwamen. Controllers en tv's hebben ze laten hangen. Ze zijn ook nooit heel lang binnen geweest, dat kan niet, want er komt, de beveiliging komt eraan. Dus ze hebben maar een paar minuten. Ze zijn naar de keuken gegaan en hebben magnetron gesloopt. Die hebben ze kapot gemaakt en hebben ze de kist waar de PlayStation zaten hebben ze opengebroken. Ze zat op slot, ze zaten netjes opgeborgen, maar ja, ze toch meegenomen. De PlayStations waren door jeugdspelers bij elkaar gespaard met sponsoracties. Onze leden hebben hard gelopen om geld bij elkaar te sparen voor FIFA-spellen. Nou, dat was super populair. Ja, en de inbrekers nemen niet alleen 2 PlayStations mee, maar ook het plezier van heel veel jonge kinderen op onze club. En daar zijn we echt heel boos over. Morgen staat een jeugddag gepland bij de club en dan zou ook met de spelcomputers gespeeld worden, maar dat onderdeel kan nu niet doorgaan. De politie doet onderzoek naar de inbraak bij Excelsior Maassluis en zoekt getuigen.